3, 2, 1. Hier is Olympische Winterspelenheld 2018, Kjeld Nuis. Ja, Kjeld, dit is jouw Emme. Hoe ziet het eruit? Ja, ik vond ten eerste de thuiskomst na de Olympische Spelen al helemaal te gek. Alleen als ik dit plein zo zie, dan ben ik trots dat ik hier woon. Ja. Kjeld, we staan inderdaad samen aan de start van de 4-mijl. We maken er maar even geen wedstrijdje van, om het zo maar even te zeggen. Want dat ga ik glansrijk verliezen van deze fantastische helft. Want Kjeld, je ziet er wel hoeveel mensen hier komen, hoeveel mensen uit Emmen het fantastisch vinden. We zien daar dat hele mooie bord. Prinsenlaan is super trots op Kjeld Nuis. Dat gold voor de buurt, dat gold voor Emmen, dat gold voor de gemeente Emmen. En je hoort het ook de gedeputeerden zeggen. De hele provincie Drenthe vond het fantastisch. Want je droeg het ook uit dat je uit deze plaats hier woont en daar die fantastische prestatie hebt geleverd. Daar hebben we heel veel over gezegd. We hebben gedacht, hoe kunnen we dat nou nog een keer onderstrepen. En we hebben een wat bijzondere onderscheiding voor jou. Want slechts voor een beperkt aantal mensen is dat weggelegd. Dames en heren, naast mij staat, en dat hebben we besloten in het college, de nieuwe ereburger van de gemeente Emmen. En Kjeld, dit is de oorkonde, de toekenning van de erepenning. Die ga ik je zo overhandigen aan het ereburgemeesterschap van de gemeente Emmen. Door het college van burgemeester en wethouder van Emmen. Voor alle bijzondere prestaties. Kjeld Nuis, geboren 10 november 1989. Kjeld, van harte gefeliciteerd. Erepenning, Kjeld Nuis van de gemeente Emmen. Dames en heren, een fantastisch applaus. Ereburger van de gemeente Emmen. Lieve mensen, welkom bij de 4-mijl van Emmen! Welkom! Welkom bij de 4-mijl van Emmen! Welkom! Welkom bij de 4-mijl van Emmen! Welkom bij de 4-mijl van Emmen! Yay! I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live. Hoe vond je het? Ik had het iets makkelijker verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Het ging ook iets langzaam dan vorig jaar. Het was gewoon warm. Maar het was wel een erg leuk evenement, moet ik zeggen. Ja, het was gaaf. Het is weer leuk om te doen, ja, zeker. Ja. Ja, super. Echt een geweldig event. Ja, ik vond het super leuk om te doen, ja. In het begin heel zwaar, omdat je die tunnel naar beneden moest en omhoog. Vond ik heerlijk. Ik heb niet al te hard gelopen, dus. Ik vond het hartstikke leuk. Het was wel heel erg warm. Ik vond het geweldig. Ik vond het helemaal te geks. En zeker met al mijn collega's. Ik heb mijn eigen tempo aangepast en dan is het echt te doen. Maar luisteren naar het lijf, zegt men. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ja. Was het zwaar? Ja, het was zwaar. Begin lijkt het allemaal, dan gaat het wel, eerst 2 mijl. Maar daarna, dan de laatste 2 mijl, dan is het alleen maar een beetje doodgaan, zeg maar. Het was wel zwaar. Het was warm natuurlijk, benauwd en zo. Ja, maar het was afzien, maar weer gered, hè, dus ging goed. Ja, het was behoorlijk warm, dus het was behoorlijk zwaar om te lopen. Ja, met die warmte wel. Nee. Lekker weer, daar moeten we van genieten. Nee, viel me mee. Viel me mee. Als je maar luistert naar je lijf. Niet naar de anderen kijken, puur op jouzelf wellicht. Dus ik ben dik tevreden. Mooi weer, wat willen we nog meer? Nou, het laatste stukje achteraan het kanaal, weinig water. Gelukkig is er nu wat vocht. Het was warm vooral. Warm maken het zwaar, vond ik. Ja. En Kjeld, vond je het leuk? Ik vond het superleuk. De hele dag was mooi. De huldiging was top en ik heb heel lekker gelopen. Was het zwaar? Nou, het was warm. Het was best benauwd, maar nu staan we in het zonnetje. Maakt allemaal niet uit, joh. Ik heb ten eerste lekker vakantie en ik heb lekker met mijn meisjes samen gelopen. En
was lekker. Hoe is het nou om in je eigen Emmen te finishen? Nou ja, zoals ik al zei, die huldiging was echt helemaal te gek. En dat al die mensen al zo ver van tevoren hier stonden om naar mij te zwaaien of even te kijken. En samen het seizoen te vieren was helemaal te gek. En ik had al heel veel leuke cadeautjes gehad, leuke berichten. En dit was super mooi. Hoe vond je het? Ik vond het hartstikke leuk. Geweldig evenement. Het was wel een beetje warm, maar bijna 5000 lopers. Huldiging Kjeld Nuis, geweldige middag. Was het zwaar? Het was heel erg zwaar. Het was nog veel warmer dan ik dacht. Maar dan doe je een beetje rustig aan. En uiteindelijk gaat het om gezond over de streep komen.